Jugula. Angula. Ik was naar een concert geweest. Reggae, denk je? Speelde alleen maar covers van Bob Marley. Ik ben nog steeds in de mood. Nee, nee. Fleur, die was er niet. Die had een optreden ergens ver hier vandaan. Simpel. Kreuning. Het valt niet mee hoor, om zzp'er te zijn. Nee. Geen zelfzuchtige, zelfstandige zonder personeel, zoals ik. Of eigenlijk zoals iedereen in het pand. Veel vrienden zijn jaloers, weet je. Jij kan je eigen tijd bepalen. Jij hoeft niet om 9 uur op kantoor te zitten. So what? Alsof je rijk wordt van de journalistiek. Of van een moestuin, een meubelmakerij, of een kledingbedrijf. Zelfstandig ondernemen is niet wachten op een schip dat vol met goud komt binnenvaren, weet je. Ik kon verdomme niet eens een treinkaartje kopen om naar Fleur te kijken. Gewoon 3 dagen boven de pot gaan. Nou, oké. Ik heb ook wel een nieuwe gitaar gekocht. Ja, de volgende keer ga ik wel. Nou, je moet natuurlijk als ondernemer een beetje creatief zijn, hè. Om je hoofd boven water te houden. Je kan voor anderen gaan werken, om op die manier je geld te verdienen, maar je kan ook anderen voor jou laten werken. Nou, dus heb ik maar een paar vrienden in huis gehad. Groene vriendjes. Ja, niet veel, maar een paar hoor. Ja. Verdien ik op die manier een beetje geld. Door verkoop, weet je wel. Ja, en de andere die hou ik voor mezelf. Eigen gebruik. Dan heb ik van Inge. Moestuin. Wiet van de koude grond.